Hallo allemaal, welkom bij alweer een nieuwe video. Vandaag maken we een teddybeertje. Een teddybeer is een heel leuk figuur, maar bij heel veel ballonplooiers een gehate figuur. Waarom? Is het extreem moeilijk om te maken? Eigenlijk niet, het is redelijk eenvoudig. Maar er zit een gevaarlijk stukje in en dat zijn de oortjes. Als je de oortjes maakt, heb je heel veel kans dat de ballonnen ploffen. Hoe doe je dit op een goede manier? Kijk even mee, neem je ballonnen en doe lekker met me mee. Je neemt één ballon, 260. De kleur die kies je zelf. Ik gebruik vandaag blauw. Blaas de ballon op tot ongeveer de helft. Knoop de ballon dicht. En zorg ervoor dat de ballon goed soepel is. We starten met een bubbel van ongeveer 2 vingers groot. Gevolgd door 2 kleine bubbels van 1 vinger. En nu gaan we een ketting maken van 5 bubbels van ongeveer 2 vingers, 2 vingers en een half. En nu gaan we 1, 2, 3, 4, 5 bubbels verbinden tussen de 2 kleintjes. Zo. We brengen onze eerste bubbel door het hoofd. En dit wordt ons teddybeerhoofd. Nu komt het moeilijkste deel. Want nu gaan we deze bubbel en deze bubbel pinch twisten. Dit is het gevaarlijkste deel van de hele ballonfiguur. Omdat deze ballonnen hier makkelijk stuk springen. Ploft de ballon. Geen paniek. Begin gewoon opnieuw. Hoe meer je oefent, hoe makkelijker het zal gaan. Pinch twisten van de oortjes doe je door de ballon een beetje naar buiten te trekken en te draaien. En dit doen we aan de andere kant net hetzelfde. Een beetje naar buiten trekken en draaien. En dan hebben we ons teddybeerhoofdje. Dit is eigenlijk het moeilijkste deel van de hele ballon. Nu maken we een kleine bubbel voor de nek. En hier maak ik altijd nog een extra pinch twist. Niet iedereen doet dit. Maar ik doe dit wel. Gewoon omdat ik dan het hoofdje makkelijker kan draaien naar de richting dat ik heb. Als je dit niet doet, heb je veel kans dat het hoofdje van je teddybeer opzij zal hangen. En dat is niet het mooiste zicht. Bij mij wel, maar niet bij de teddybeer. Zo. Als we dit hebben, gaan we nu de voorste armpjes of pootjes maken. Een bubbel van ongeveer 3 vingers. Gevolgd door een kleine bubbel. Dan opnieuw een kleine bubbel. En opnieuw een bubbel van 3 vingers die even groot is als deze bubbel. En dan gaan we die ook
verbinden met elkaar. Zo, nu doen we het lichaam van de teddybeer opnieuw een bubbel van ongeveer 3 of 4 vingers. En wie ook de kat en de hond heeft gemaakt al, die zal wel weten wat de volgende stap is. En dat zijn dus inderdaad de onderste poortjes. Opnieuw. 2 bubbeltjes. En die gaan we dan ook verbinden met elkaar. Ziezo. Van het laatste stukje kan je kiezen wat je doet. Als je graag hebt dat je teddybeer een staartje heeft, zoals deze teddybeer, dan knip je hier een gaatje in en je laat daar een beetje lucht uit. Heb je graag een teddybeer zonder staart, doe je de hele ballon weg. Ik ga voor mijn teddybeer een kleine staart maken. Dus ik knip de ballon een beetje stuk en ik laat er lucht uit tot ik zo wat een bubbeltje over heb. Voor de juiste grootte van de staart die ik hem wil geven. Een teddybeer heeft geen lange staart, dus maak ik een kort staartje. Ziezo, en dan heb je een leuke teddybeer. Ik zou zeggen, neem je ballonnen, oefen veel en stuur mij de video's van jouw mooiste teddybeer zeker eens door. Dag!